Yo, what's up? Goed dat je kijkt. Het is december, het jaar is bijna voorbij en we hebben dit jaar weer allerlei vette platen mogen luisteren. Maar er kunnen er maar 5 de beste zijn, dus dit is de album top 5 van 2021. Op nummer 5 staat het album OK Human van Weezer. Fans van Weezer hadden dit jaar niks te klagen met niet 1, maar 2 full-length platen. In mei verscheen Van Weezer en in januari kwam dus het album OK Human uit. En op alle 2 die albums was Weezer nogal aan het experimenteren. Op Van Weezer ging er een glam rock sausje over de sound heen. En op OK Human werd hun sound gemixt met een enorm orkest. En Weezer is wel vaker van de experimentjes, maar dit keer werd er toch iets meer serieuzer gekeken naar hoe ze hun sound echt een nieuwe dimensie konden geven. De eindresultaat zorgt voor te gekke singles en laat zien dat Weezer zichzelf toch nog steeds na al die jaren opnieuw kan uitvinden. Op nummer 4 staat Pale Waves met hun tweede album Who Am I? En dit is voor mij ook een beetje een verrassing, want hun eerste album My Mind Makes Noises was voor mij toch een beetje underwhelming. Maar met de nieuwe plaat hoor je dat de band toch zijn tijd heeft genomen, veel heeft geluisterd naar alternatieve rock van het begin van deze eeuw en het eindresultaat is echt top. Je hoort heel veel van de vroege Avril Lavigne terug in de nummers. De tracks zijn catchy en er wordt gezocht naar heel veel variatie. Zoals ik al zei, ik was echt verrast door dit album. Het heeft me toch laten zien waar de band van gemaakt is. Het album kwam al begin van het jaar uit en ik heb het eigenlijk het hele jaar door geluisterd en zo belandde dus toch in de top 5 van dit jaar. Ja, wat doe je eraan? Op nummer 3. Ja, is het nou een mixtape? Is het een album? Hoe dan ook. Survivor's Guilt van Kenny Hoopla kan echt niet ontbreken in deze lijst. Kenny Hoopla werd ontdekt door Travis Barker, die ervoor zorgde dat dit album bij heel veel poppunk fans terechtkwam. Wat mij betreft is dit ook de beste samenwerking die Travis Barker dit jaar heeft uitgebracht en dat zijn er nogal wat. En die waren ook niet altijd even goed. Maar hoewel Survivor's Guilt echt een samenwerking is, hoor je dat Kenny Hoopla als zanger, als artiest echt gewoon de spotlight steelt. Travis Barker is er, hij is er voor de drums, het klinkt allemaal fantastisch, maar de teksten, de zang, gewoon de hele aanwezigheid van Kenny Hoopla op dit album is fantastisch. Wat mij betreft is Kenny Hoopla echt de toekomst van het genre en moeten we hem gewoon heel erg goed in de gaten houden. Op nummer 2. Super American met de plaat Sub. Ik ontdekte deze band pas in het najaar en nadat ik het album Tequila Sunrise echt volledig grijs had gedraaid, kwam ik erachter dat er nog een album aan zat te komen, namelijk Sub. Super American maakt indie rock met een beetje een grappig en triest randje en de ene keer is dat verpakt in slacker rock zoals Mac DeMarco en de andere keer, zoals nu op dit nieuwe album, gaan ze ook gewoon alle alternatieve rocklaadjes opentrekken en klinkt het als een fantastisch geheel. Beetje humor, beetje zelfmedelijden, maar over het algemeen nul skips. Gewoon echt een fantastische plaat. En dan de nummer 1 van de Luid Top 5 albums van 2021. Something Heavy van You, Me and Everyone We Know. Deze band liet in 2015 weten ermee te kappen door allerlei ruzies in de band. Dus dat er nu, 6 jaar later, een nieuw album ligt is toch een klein wonder te noemen. You, Me and Everyone We Know is een van mijn all-time favorites vanwege hun rauwe, eerlijke en zelfreflectieve teksten. En ook op dit album is dat niet anders. Dit album gaat weer over de wereld waar we in leven. Het gaat over zelfreflectie. Het gaat over dat we zelf ook niet altijd gelijk hebben over ons eigen leven. Dat waardeerde ik enorm aan hun eerdere platen. En bij deze wederopstanding van de band lijkt dat nergens naartoe te zijn gegaan. Het is er nog volop. De teksten zijn slim, de muziek is hard en catchy. En ik ben vooral gewoon heel erg blij dat ze weer terug zijn. Dus wat mij betreft is dit het album van 2021. En dat waren ze, de 5 beste albums van 2021 volgens Luid. Ben je het met me eens? Wil je me op mijn bek slaan omdat je het niet eens bent? Of wil je zelf jouw top 5 albums delen? Laat het ons weten in de comments, waar dan ook. We zien jullie volgend jaar. Jaap uit. Dikke doei!